We zijn hier bij de beurs in Schiedam en Michael Boekholt had ons gebeld, want ja, er gebeuren hier leuke dingen. Ja, zeker. Er komt vandaag een groep mensen eten en die zijn bij elkaar 1000 jaar. Dat zijn 7 broers en zussen. Ja, dat is een leuke gelegenheid om Pop-Up TV langs te laten komen. En waarom komen ze hier? Nou, ze vinden Schiedam gewoon erg mooi en ze hebben hier vroeger gewoond. Of hun ouders en voorouders komen hier vandaan. Dus wilden ze natuurlijk met elkaar weer terug naar hun roots eigenlijk. We hebben alles op zitten tellen en we komen precies vandaag aan de 1000. En tevens is dit ook mijn verjaardag. Gefeliciteerd. Is het vandaag echt precies 1000? Ja, precies. En over 4 dagen is dus een broer van mij jarig. Dus het moest echt gepland worden binnen die 4 dagen, want anders zou het 1001 zijn en dan klopt het niet meer. We zijn geboren in Schiedam-Ketel en wij zijn later verhuisd naar Schiedam in de Goorze. Daar zijn we dus merendeel opgegroeid, naar school gegaan, bij de kerk. Nou, alle activiteiten voor de jeugd, de KAJ en al dat soort meer. Het was een hele fijne jeugd. Je bent en blijft altijd de jongste. Mijn oudste broer is 80 jaar en die, ik hoefde niet te vechten voor mijn plekje of weet ik wat, dat niet. Want toen ik wat ouder werd, op mijn jongere leeftijd, waren er al broers en zussen getrouwd en weet ik wat. En nooit een man te veel en vrienden, vriendinnen, verkeringen, alles kwam bij ons thuis. Ik heb een viertal grote broers boven me. Die voor mij de dienstplicht hebben vervuld. Want vroeger had je dus 3 oudere broers in dienst. En dan mocht meneer 4, die hoefde niet meer in dienst. En 5 en 6 ook niet meer natuurlijk. Dus dat is al een voordeel. Je hebt een goed voorbeeld aan oudere broers. En ja, je kan nog eens een beetje zorgen voor het jongere broers en zusjes die onder je komen. Dus ja, ik vind dat wel een hele mooie plek in het midden. Ja. Toen ik 3 jaar was, ben ik in de hoofdstad komen te wonen. En vanaf dat heb ik alles hier in Schiedam meegemaakt. Er zijn wel een hoop dingen veranderd. Maar ja, je verandert zelf ook als je wat ouder wordt. En je krijgt andere interesses ook. Bij het Stedelijk Museum hebben we een tentoonstelling gezien over Schiedam in bedrijf en in verandering. En dat heeft heel veel herinneringen losgemaakt. Het was wel super druk, maar dat hebben wij nooit zo ervaren, die druk. Nee, het was bij ons de zoete inval. Wij zijn, zoals mijn zusje al zei, in Ketel aan de Schiedamseweg geboren. Maar in 1957 zijn we in de Gorze, de hoofdstraat, gaan wonen. Dat moest, want de snelweg A20 werd aangelegd door Ketel. En het was bij ons in huis altijd druk. En niet alleen van ons 14e. Nee, er kwam van alles over de vloer. Deuren stonden overal open. En er werd muziek gemaakt en er werd van alles gedaan. Maar we hebben dat nooit als druk ervaren. Wij vonden dat gewoon normaal. Ik ben ben ik in 1970 getrouwd en uit Schiedam weggegaan. En als ik terugkom in Schiedam, dat gebeurt bij regelmaat, dan vind ik gewoon het totale oude plaatje vind ik het mooiste. Maar ik trek heel graag naar het Stedelijk Museum en de Korenbeurs hier naast ons. Dat vind ik nog wel steeds de pareltjes van Schiedam. En de herinnering aan de industrie vanuit de jaren 50, 60, 70. Dat is natuurlijk ook nog wel mooi aan Schiedam. Alleen daar is veel van verdwenen. Dat is wel erg jammer. Ja, ja, ik was in de puberteit en iets ouder. En ik speelde in Schiedam in een band. En we gingen dansen bij dansschool Mulder. En vooral het muziek maken en het optreden met de band in Schiedam en in Vlaardingen. Dat zijn wel mijn beste herinneringen aan die periode. Ja. Ja. Nou, wij gaan nu dus lunchen in de beurs op de Dam, hier achter ons. En daarna vertrekken we weer naar huis, want we wonen door heel Nederland heen. Dus dan kunnen ze allemaal weer naar huis. Dan wens ik nog een fijne verjaardag en op naar de 2000. Nou, vonden we dit zo bijzonder dat we zeiden van we vieren dit. En wat er komt, zien we nog wel.